We gaan vandaag ijsjes maken. We gaan niet het ijs zelf maken, maar de hoorntjes waar we het ijs gaan indoen. En we gaan beginnen met de deeg. Daarvoor heb ik boter nodig. Suiker en kaneel. Een eitje. En onze vanillesuiker. Dat gaan we nu allemaal mengen. Voilà. Je mengt tot je een glad beslag hebt. En dan gaan we daar nu de bloem bij zeven. Ik zeef de bloem zodanig dat je dan zeker bent dat je geen klonters in je deeg krijgt. Want een klonterdeeg is niet lekker. Even mengen. En dan ga ik daar nu water bij doen. En verder mengen. Goed checken of alles goed gemengd is. Voilà, ons deeg is goed. Nu gaan we beginnen bakken. Maar voordat ik begin te bakken, ga ik het inolien met een beetje arachideolie. Het is best dat je dat elke keer doet. En dan doe je daar een kleine lepel in, niet te veel. Mooi in het midden. En door de warmte gaat het vanzelf opengaan. En normaal gezien een viertal minuutjes, of als je wafelijzer zegt dat het klaar is, dan mag je het terug open doen. Dus normaal gezien gaat dat lichtje dan branden. Ik haal hem eraf, want het is een beetje te warm voor mij. En dan leg je die icoon hierop en dan rol je voorzichtig rond de as. En dan heb je ongeveer zoiets. Voilà. Je legt het op de naad en dan hou je het even vast, want nu moet het afkoelen. En als het afgekoeld is, dan kan je de vorm eruit halen. En dan is het hoorntje klaar. Zo simpel. Mooi afgewerkt met gehakte pistaches. Of eventueel iets anders als je in huis hebt. En de ijsjes zijn klaar. Ik ga nu de kindjes gaan roepen. Dat gaat direct weg zijn. Alsjeblieft.